Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20 en ik heb een beetje slecht nieuws. Ik had gisteren netjes opgenomen de aflevering voor vandaag een beetje op tijd te gaan krijgen. En dan blijkt dat mijn opnameprogramma niet heeft opgenomen. En hebben we dus 2 uur aan footage lost. Wat is er in die 2 uur gebeurd? Ik laat het jullie allemaal zien. Ik heb daar een backup plannetje voor gemaakt. De wereld verandert. Dat ga ik allemaal uitleggen op het moment dat we daar zijn. Ik ben offscreen namelijk even naar de andere bijenkorven gegaan om daar de Queen Bee, daar wou ik toen een fast forward montage van maken om dus zeg maar de bee nades te verzamelen, omdat wij dus zeg maar naar de Wall of Flesh zouden gaan. En we zouden dus zeg maar verder de hel exploren en dat hebben we dus hier per ongeluk al gedaan. Nou ja, niet per ongeluk, het was een opname, die opname is helaas gefailed. En daar is dus het een en ander gebeurd. Verder is er nog meer gebeurd in deze wereld, maar dat laat ik allemaal zien hoe dat precies werkt. Dus ik zie jullie in een seconde, want wij gaan even naar de Crimson wereld. Om daar dus alles te kunnen laten zien hoe dat eigenlijk precies in zijn werk gaat. Ik baal hier verschrikkelijk van, maar het is de enigste oplossing die ik op dit moment heb. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, hier zijn we dan in de Crimson wereld. Ik heb hier even snel een huisje ook gebouwd, zodat we hier een goede spawnplek hebben. Zoals jullie zien, ik heb de beanades heb ik hier even bij me. Ik heb hier een kistje met waarin de loot zit en van de Wall of Flesh. Want vergeet niet, we hebben de Wall of Flesh eigenlijk dus overslagen. Maar dat is helaas dus zeg maar niet op tape te laten zien. Dus gaan we net doen alsof dat het niet gebeurd is. Klinkt misschien heel erg raar. Dus dit is de Crimson wereld. Dit is de andere wereld die ik toen heb laten zien om zeg maar die boom toen te vinden. En ooit nog een keer die andere baas te laten zien. Maar dat is vandaag nog niet de dag voor. Ik heb dus mijn oude wapens nog een expres bij me gehouden. In verband met dat ik wel wil laten zien hoe dat je hem normaal gesproken verslaat. Dus we hebben geen nieuwe accessoires of zoiets. We hebben wel een nieuw armor, maar dat is zeg maar de stap die ik eerst wil laten zien als je dus zeg maar de hel ingaat. Dus wij vallen nu gelijk naar hel toe. We zien hier al gelijk ook een bruggetje, die heb ik al gelijk gemaakt en noem maar op. Dat is allemaal voor de battle, dus we gaan de andere kant op om eventjes te exploren. De hel zeg maar, die heeft een variatie van vijanden en een nieuwe ore, namelijk hellstone. Dat is deze stone hier. En die moet je heel voorzichtig zien te minen. Hellstone, op het moment dat je het mint, zit er altijd lava achter, dus daar wil je zeker voorzichtig voor zijn. Hier komen we bij een nieuwe vijand, de Hellbat. Die zijn dus van vuur, vuurslimes. Er komen hier ook demons tegen. En natuurlijk word ik weer geraakt door zo'n stomme slime. Ga weg. Daar hebben we zeg maar de demon, waar ik het ook over had. Demons die kunnen ook zeg maar voodoo dolls van de guide dragen en zijn nogal heel erg vervelend. Hun kunnen hun wapen droppen. Hun wapen, zeg maar, wat ze op jou afvuren, dat kunnen ze op jou droppen. Dus zeker handig als je dat wapen kan krijgen. Nou, ik had in die opnamesessie zoveel geluk. Wij hebben dat wapen, maar dat zal ik zeker laten zien. Je kunt er heel veel potten breken. Er kunnen potions in zitten. Health potions. Obsidian potions. Gravitation potion daar. Hartstikke handig. Dus de regel van geen kistjes openen valt nu eventjes buiten het lava gebeuren. Buiten de hel gebeuren aangezien dat... Ik wil het jullie toch dolgraag laten zien. Maar goed, hellstone is dus enorm belangrijk om dat te verzamelen. Je hebt zeker iets van 99 hellstone bars nodig om alles te maken wat ik eigenlijk in de Let's Play al heb gemaakt. Zo zien we hier bijvoorbeeld al 2 dingen die ik dus heel stiekem... Ja, dit is een... Er gebeurt te veel. Dit is een shadow chest, daar heb je die shadow key voor nodig, anders kun je ze niet openmaken. Wat hebben we hier? Een Hurtful Dark Lands. Oké, interessant. Dan doen we daarbij. Platinum bars, recall potion, glow sticks en een gold coin. Ah, leuk. Platinum bars, die horen wij hier helemaal niet te hebben. Ja, die verkoop ik dan wel. Recall potion verkoop ik net zo goed. Aangezien dat wij dus zeg maar, dat zou dan gold zijn geweest. Vergeet niet, het is een crimson wereld, het is een andere wereld vandaag. Maar goed, zoals jullie dus al in de inventory zien, zien jullie dus zeg maar 2 items liggen. De Nasty Fiery Greatsword. De Fiery Greatsword is dus zeg maar, jij gebruikt allemaal andere wapens. De Fiery Greatsword is dus een van de belangrijkste wapens die we dus zeg maar... moeten maken van de hellstone. Net zoals het armor wat je hier ziet. Ik zal het heel graag eventjes laten zien zonder de Link kostuum. Het armor wat we hebben is nu zeg maar volledig het armor van de hellstone gemaakt. Geeft ook een vuur effect op het moment dat je ermee loopt. En heeft dus 8, 9 en 8 damage. Of defense. En zorgt ook nog eens een keer voor 17% extra melee damage. Nou, wat heel erg belangrijk is om jullie dus even te vertellen. Dit zwaard, net zoals de grass sword, ja, die hebben we dus niet meer. Ik ga heel eventjes veilig naar huis, zodat ik dat heel eventjes mooi in kan editen. De zwaarden die we dus zeg maar in ons wall of de flashback wall hadden gehangen... Dat zijn dus zeg maar de Demon Sword, geloof ik. De Maramusa. Ik doe het eventjes zo. Dus de
Demon Sword, Maramusa, Grass Sword en de Fireblade. Die heb je alle vier nodig. Dan moet je naar een Demon Altar of Crimson Altar. Ligt eraan wat voor wereld dat je zit. En dan kun je dus de Knight's Edge maken. Dat is een zeer sterk wapen. Raad ik zeker aan. En ik moet zeggen, de Nasty Fire Sword, of ja, de Fire Sword, ziet er eigenlijk best wel gaaf uit. Als je ermee echt maar slaat, doet ook heel veel damage. En alles wat hij raakt, vliegt in de fik. Nou, dat zijn dus zeg maar de dingen die we zeker allemaal konden doen. Dus bij, ja, bij onze, of in de hel. Daar vinden we dus ook zeg maar die Shadow Kist. Ik heb er hier al eentje neergezet. Want de Wall of Flesh die kan dus ook het behoorlijk het een en ander droppen. Dus ik wil niet spoilen wat er in die kist zit. Want de Wall of Flesh is eigenlijk dus zeg maar de baas die we moeten verslaan. En die moeten we meerdere keren verslaan. Maar als we de Wall of Flesh verslaan, dan moet ik heel duidelijk eventjes waarschuwen. Jongens, kijk uit. Zorg ervoor dat alles wat je in de wereld wou doen, tot je dat gedaan hebt. Wil je nog een kistje vinden met een item erin, bijvoorbeeld een Magic Mirror of een Cloud in a Bottle of iets? Doe dat nu, want als je de Wall of Flesh gaat verslaan, wordt de wereld een stuk moeilijker. Dan gaat je wereld in hard mode, zoals dat in dit spel heet. Dus zeker handig om dat zeker te weten. Nou, ik heb hier dan zeg maar de Hellstone. Hellstone kun je alleen maken, heel erg belangrijk, voor je vergeten. Ik vind het zo vervelend dat ik alles weer terug moet plaatsen. Zo. Oh. Ik had het echt. De opname was geweldig. Echt, we hebben al verschillende Walls of Flesh in de oorspronkelijke wereld verslagen. Dus we doen hem één in deze wereld. Om te laten zien wat er dan gebeurt. Met de Beanage. Want daar heb ik dus van Erwier te horen gekregen. Dat, ja, dat is dus. Erwin, dat is dus zeg maar van de hardcore serie. We racen ook heel erg vaak bij de video's van de Towler. Dus ja, en die zei van, ja, Beanage werkt heel erg goed. En daar was ik dus zeker heel erg nieuwsgierig naar. Dus vandaar dat ik heb gekozen, oeh, dat was ook een nieuwe vijand van de hel. Maar daar was ik dus zeker nieuwsgierig naar of dat zeker goed zou werken. Dus vandaar dat ik ook een paar Beanage bij me heb. Oké, nou, hier hebben we dus zo'n stomme worm. Ook heel even belangrijk, alles wat in de lava valt, ben je kwijt. Want ja, dat smelt gelijk, dus daar wil je zeker heel voorzichtig voor zijn. Voor de rest, dit is een Hellforge. Die wil je eentje meenemen vanuit de hel, want hier maak je dus zeg maar de Hellstone Bars van. Dus zeker eentje meenemen. En voor Hellstone Bars heb je ook Obsidian nodig, dus zorg ervoor dat je genoeg Obsidian hebt. Nou, dat was heel erg veel uitleg. Nou komt het nadeel. Brian van de oorspronkelijke wereld. Brian is overleden. Het nadeel is, hij is niet doodgegaan door de guide. Hè? Hij is niet overleden door een NPC door een vijand die gespawnd is of iets in die trend. Op het moment dat je de Wall of Flesh oproept, de voodoo doll die dus zeg maar die demons laten vallen. Die worden dus zeg maar opgeroepen doordat je... Oh, dat is ook een nieuwe vijand. De Fire Imp, die schiet vuurballen en die kunnen gewoon door muren heen schieten, wat zeer vervelend is. Maar ja, de Wall of Flesh die wordt dus opgeroepen als de voodoo doll in de lava valt. Dus ook al gooi je hem zelf in de lava of zo'n beest laat hem per ongeluk in de lava vallen. Je kilt hem zeg maar en je kunt de voodoo doll niet opvangen en hij valt in de lava. Dan wordt de Wall of Flesh dus opgeroepen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. En omdat je de voodoo doll dus eigenlijk kilt, kill je dus de guide in je wereld. En dat is dus zeg maar gebeurd in de opnames die helaas dus zeg maar gefaald zijn. Dus Brian is er niet. En we hebben dus wel zeg maar een mooi bordje. Want dat was de eerste kite die we hadden. Dus hebben we een mooi bordje opgehangen. Wat ik zeker laat zien. Als we weer teruggaan naar de oorspronkelijke Let's Play wereld. Nou, ik denk dat ik ondertussen alles wel een beetje heb uitgelegd. Oeh, nog een kistje hier. Ja, even kijken. Wat hebben we hier? Een Sun Fury. Een Swingball. Oké, okay, nou interessant. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Dus die verkoop ik gelijk. En deze zou ik ook verkopen. Want ik had genoeg Hellbars gemined gelukkig. Maar ja, zonder enig oponthoud gaan we dus gelijk beginnen met een boss battle. We hebben, ik wil wel even alles looten, ja. We hebben dus zeg maar alles hebben we dus te pakken gekregen. Wat we dus nodig hadden in de hel. En ja, ik heb 4 voodoo dolls. Ik heb er nou eentje toevallig bij me. Dus we kunnen er eentje gewoon in deze wereld doen. En dan de rest zullen we farmen in onze oorspronkelijke wereld. Zoals eigenlijk de bedoeling was. Dus zonder enig geleuter, kun je alsjeblieft je boven spannen. Dankjewel. Gaan we dus de Wall of Flesh oproepen. Nou, hopelijk komt hij van de goede kant, anders hebben we een heel groot probleem. Goed, here we go. Dit plateau is eigenlijk heel erg handig om die te gebruiken. Oké, map mag even van mij weg. En hier komt mijn awesome muziek, dus ik ben heel even stil. Mijn lievelingsmuziek van de Fast Forward. Oh, ik hou van deze muziek.
Ik hou van die muziek, ik kan er niks aan doen. Zoals je dus ziet, de beanates die roepen dus zeg maar heel veel bijen op. En die bijen die vallen dus zeg maar non-stop de vijand aan. Bij de Wall of Flesh is het dus zeg maar heel erg belangrijk dat je de ogen raakt. De ogen zijn zeg maar, hebben geen defense en de back die heeft dus zeg maar een heleboel defense. Dus zeker handig om dus zeg maar de Wall of Flesh te killen met beanates en ik ben bijna dood! Oh boy, dit gaat niet goed. Snikies, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Oh, daar ging me net goed. The ancient spirits of light and dark has been released. Be careful, because death is inevitable. Ja, op het moment dat je de Wall of Flesh dus hebt verslagen, dan ga je dus naar de hard world. En je krijgt dus zeg maar een bonehammer. Wat hebben we eigenlijk gekregen? Ik zie het allemaal niet. Ik bedoel, ik wil hier niet te lang blijven dadelen. Dus deze wereld is nu ook in hard world. In hard mode world dinges. Dit ging me net goed. Ik moet zeggen, beanates zijn op zich inderdaad wel handig. Maar ik gebruik liever de mini shark. Zou ik zeker laten zien hoe dat die werkt bij een tweede run. Oh, dat ging echt maar net goed zeg. Oh, paniek. Even kijken, we hebben gekregen. We hebben zijn hoofd gekregen. Nou, dat is een trofee. Oké. Dus. Oh, ik heb toevallig... Oh, en de Dangerous Breaker Blade. Ja, ik heb ook een Murderous Beacon gekregen van Queen Bee. Die heb ik ook nog meegekregen. Zo'n hamer, die is nodig, zeg maar, vanaf het moment dat je in hard mode gaat. Dus wat ik nou ga doen is... alle onzin die doe ik gewoon netjes weggooien, want die zouden we niet meenemen. De Recall Potion is bijna niks waard. Deze, die hebben we al heel erg veel. Ik doe heel eventjes voor de zekerheid de deur dicht. En ik neem heel eventjes deze stuff mee en dan kan jullie dan heel even snel laten zien wat eigenlijk doet. Hij heeft bij onze, bij de oorspronkelijke opnames, heeft hij de Murderous Clockwork Assault Rifle laten droppen. Dat is een geüpgrade versie even van een mini shark op dit moment. Die doet meer schade en die schiet dus meerdere kogels tegelijkertijd af. De laser gun heeft hij een keer gedropt, wat dus een upgrade is van onze gewone space gun. Zeker een hele handige die we dus zeg maar hebben gekregen. Nou, de breaker die hebben we toevallig al gekregen, die had hij toen ook gedropt. Niet zo echt handig, die verkoop ik 9 van de 10 keer. En ik heb dus met de lava stone, heb ik de Venus Blaster, heb ik dus zeg maar geüpgrade. Waardoor dat hij nou veel meer schade doet en ja, dit is gewoon eigenlijk onze handgun. Dus ja, dat zijn eigenlijk de upgrades. De demon zeg maar die we gekild hebben, dat wapen, dat hebben we dus zeg maar, dat is gedropt. Dat is een hele rare kans tot die gedropt wordt, maar we hebben er dus eentje. Zeker een heel handig wapen om te hebben. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje allemaal gebeurd. Nou, ik ga heel eventjes terug naar de Let's Play wereld. Ik ga zo snel mogelijk de inventory clearen. En ik zie jullie dus in een seconde en dan laat ik jullie zien wat er gebeurt als het dus zeg maar in hard mode komt. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, zij zijn weer hier teruggekomen bij onze normale wereld dus. Nou, op het moment dat je dus zeg maar de Wall of Flesh hebt verslagen, dan gaat je wereld dus zeg maar in hard mode en dan gebeurt er het een en ander. Als we op de world map kijken, ja, zoals je ziet zeg maar, dit is dus helemaal geëxplored, ook zo'n brug gemaakt. En dan zie je hier dus zeg maar een beetje een paarse kleuren aan hebben. Hier zeg maar heb je gewoon een witte kleur. Hier heb je gewoon een normale steenkleur. Er zijn namelijk extra, er is één extra biome bijgekomen. En dat is namelijk de Hollow Biome. Die zit, om precies te zijn, is die hier terechtgekomen. Corruption biomes zullen nou sneller spreaden. Die spreaden dus een stuk sneller als dat ze eerst hebben gedaan. En om even precies te zijn... ondergronds heb je dus zeg maar nou ook meer van de Crimson Biomes. En vijanden spawnen vele malen sneller. Plus... vele sterkere vijanden zullen ook nog eens een keer spannen. Dus de mini shark, de laser gun, de bee gun die we dus ja, helaas niet op beeld hebben kunnen krijgen. Omdat de opname gefaald was. Die zijn dus niet meer handig. Nou, ik heb dus zeg maar de tweede Wall of Flesh op mijn eigen manier ook proberen te killen. En dat is dus zeg maar via de mini shark. Nou, dus zoals ik al had gezegd, de mini shark is dus een van mijn favoriete wapens om dus zeg maar de Wall of Flesh mee te verslaan. Andere veranderingen zijn dus zeg maar ook, nou dit was de kamer van onze geliefde guy Brian en daar had ik dus een bordje in gezet. Rest in peace Brian, je was een toffe guy. Dus ja, heel erg vervelend tot Brian, maar ja, zo ga je helaas verder in het verhaal. En zoals je dus ziet, er zijn dus al 2 comments opgehangen voor de ja, comment van de dag van aflevering 12 en 13. En ik had nog een verzoekje, dus die moet ik er ook nog heel eventjes bij pakken.
Volgens mij heb ik nou ondertussen alles wel uitgelegd. Even kijken, we hebben een guide. Dus we kunnen de Wall of Flesh weer gaan doen. Wat we zeker ook gaan doen. Ik heb hier even mijn mannequins geplaatst om eventjes dus, zeg maar, onze Wall of Flesh mask even hier ergens op te hangen. Ziet er lekker creepy uit. Dus nee, ophangen die app. Je moet hem hier... Want trofeeën zouden ophangen. Dus we hebben hem daar. Ziet er echt creepy uit. Dus dat hebben we nou ook gedaan. Even kijken, dit zijn de wapens die ik heb al uitgelegd. Ik doe heel eventjes de verzoeker even bijpakken en ik zie jullie in een seconde. Oké, bedankt voor het wachten. Nou, ik had dus zeg maar een speciaal verzoekje gekregen via een privéberichtje van Etienne. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, anders mijn excuses daarvoor. Maar die had dus zeg maar een bericht gestuurd. Het zoontje van 7 jaar, die kijkt altijd mijn video's, was heel erg grote fan. Ja, Xander, ik praat nu over jou. En of ik een keertje hoi wou zeggen of gewoon hem wou vernoemen in een video, dat zou helemaal geweldig zijn. Nou, deze verzoeken, als het inderdaad mogelijk is, kan ik het natuurlijk wel een keertje doen. Dus Xander, bedankt voor alle support die je geeft. En ik hoop dat jullie nog heel erg veel plezier krijgen in de toekomstige video's. Sorry dat de eerste opnamesessie niet verpest, maar mislukt is. Hopelijk kunnen jullie dat een beetje begrijpen. Maar in ieder geval, ik wens jullie sowieso een hele fijne dag. En nog veel plezier met de rest van deze aflevering. Dus, alsjeblieft. Het is kleine moeite, laat ik het zo zeggen. Goed. Nou, waren er nog meer veranderingen? Even kijken, ik heb dat uitgelegd. Ja, er is nog één hele grote verandering. Zoals ik al zei, vijanden zullen dus nu veel sterker zijn. 'S avonds is er 10% kans op dat er een baas, zeg maar, uit het niks kan spawnen. Elke baas, dus je hebt in totaal 30% kans dat er een baas spawnt iedere nacht. En die bazen zijn gevaarlijk, dodelijk, noem het maar op. Die willen we nog niet tegenkomen. Dus oké, nou, de Wall of Awesome Comments, daar gaan we later op komen. Wapens die we dus nu op dit moment niet kunnen gebruiken, dat is dus de lasergun. Die zou ik alvast hier netjes inhangen. Ja, doe die maar hier. De beacon, ik hou nog heel eventjes bij me voor de Wall of Awesome... voor de Wall of Awesome Comments. Voor de Wall of Flash. Zoveel walls. De Ponemmen, ja, dat is zeg maar die we hebben gekregen van de Wall of Flesh. Deze die wordt dus zeg maar gebruikt mochten we sterkere vijanden tegen gaan komen. Deze gebruik ik nog eventjes een keertje. Die zou ik nou niet gebruiken. En we hebben guides bij ons. Of ja, voodoo dolls bij ons. Zodat we dus de Wall of Flesh kunnen oproepen. Dus laten we maar gelijk de hel induiken. En laten zien hoe dat veranderingen in onze wereld terecht zijn gekomen. Fiverr is bij ons. Ik voel me een stuk veiliger met Fiverr. Dus, oh mijn god. Laat ik het zo zeggen, het is heel erg moeilijk om bij de Wall of Flesh te komen, nou dat het dus zeg maar in hard mode is. Dus even kijken hoor, even een beetje licht. Zoals je dus ziet hier, allemaal ondergrondse corruptie. Zeer gevaarlijk. Nieuwe vijanden zullen er spawnen. Hier hebben we nou ook een hele gevaarlijke biome, want Mushroom Biome is een van de gevaarlijkste biomes nu op het moment als je wereld in hard mode zit. Yeah, zoveel uitleg. Dus... Natuurlijk duurt het vallen hier iets langer, omdat de Crimson wereld is dus zeg maar een normal size en deze is large. Dat ik hier alles zou laten zien. Dus hopelijk komen we niet enge vijanden tegen, want dat vind ik echt, dat is eng. Dat is echt eng. Oké, nou hier even een torch. Oké, we zijn er. Oké, ik zie gewoon een hellbat. Dat is niet zo eng. Dit is dus zeg maar dat spoor wat ik heb gemaakt. En alles hier waar wij geëxploreerd hebben. Hi hellbat. En als ik me niet vergis, dit is dus de eerste... part waar we dus zeg maar hallowed zien. Oeh, die wil ik zeker even eentje alvast meenemen. Dat is... Paas erop ga je. Komt u maar. Ik heb die fire soort trouwens, die heb ik netjes verkocht, want ja, je hebt er niet echt veel aan. En om alle wapens zeg maar weer opnieuw te moeten maken, we hebben de wapens eigenlijk bij ons in de Night's Edge. En trouwens, dit is de gevaarlijke ruimte waar ik het over had. Dit is de ondergrondse... Corruptie. En dat is gevaarlijk, want die beesten zijn sterk. Oké, ik neem geen risico. Oh, dat ding. Oh, nee. Oh, je doet ze bijna geen damage meer met de minigun. Daarom heb ik dus de... Spies. Au. Sterf. Oh boy, dit gaat niet fijn worden. Dit gaat zo... Weet je wat, ik loop er gewoon overheen. Dag. Ik niet jullie allemaal, want jullie zijn veel te scherp. Oh, jullie doen zoveel schade. Echt, vanaf dit moment is paniekmode engaged en... Ik moet jullie iets bekennen. In de oorspronkelijke opnames, en ik ben blij dat ik in... Oh, nee. Nee, niet zo'n worm. Oh, nee.
Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben, ik wil dit voorzichtig laten zien. Ik ga heel eventjes terugspannen en respannen. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik heb eventjes gelijk geregend. Hopelijk spannen er nou niet zo snel even vijanden. In de Wall of Flashruns, op het moment dat het dus al hard mode was, ben ik dood gegaan. Waarom sta jij er nog? Ben ik dus dood gegaan? Hier zien we het. Steven was shoutout bij Eyelaser. Dan kwam er zo'n gast en ik had bijna geen leven meer. En daardoor ben ik dood gegaan. Dus Dead Counter, kom heel even in beeld en tel hem er gewoon netjes bij. Ik bedoel, dit is een fair let's play, dus die dead, die telt. Helaas is hij niet in beeld geweest, maar ik vind dat hij telt. Dus gooi hem er maar in. Oké, nou, hebben we dat ook weer gehad. Ik was het helemaal vergeten trouwens, dat was het ergste. Dus ik ben blij dat daar dat steentje nog lag. Nou, ik weet niet hoe lang dat het nou hier zo veilig en rustig blijft. Dus zonder enig oponthoud. Met de mini shark. Oké. Jeff is slain. Dat is er dus ook met Brian gebeurd. Maar goed, waar is mijn boek? Waar is mijn boek? Waar is mijn boek? Als een muziek vind ik dit toch soms. Oké. Ik doe altijd die armpjes eigenlijk met mijn zwaars. Kom op, ga weg. Jij moet ook weg. Oké. Je kunt dus niet ontsnappen van dat beest. Je kunt niet achter hem komen of iets. Oké, tijd voor... Ik gebruik medio bullets. Tijd voor de mini shark. Oké, nou, het doet wel decent schade. Maar ik denk dat beanades meer doen. Dus, maar ja, dit is dus altijd de manier waarop dat ik hem doe. Dus, en we hebben al een upgrade. Maar ja, ik wil hem dus gewoon heel eventjes zo laten zien. Zoals dat ik hem altijd eventjes doe. Hij burpt dus echt... hij is echt nasty. Je bent een nasty son of a fiets. En, natuurlijk. Zoveel doodles. Oh man. Oké. Nou, ik schiet even op zijn ogen. We hebben hem al bijna voor de helft. Oké. HP gaat goed. Oh, we komen nou bij de dangerzone. Oh boy. Oh, die muziek die past hier zo bij. Dit is echt mijn favoriete muziek van de Wall of Flash. Oh, of van Terraria. Oké. Zoals je ziet, we hebben hem dus al eerder sneller verslagen. Dan ben ik ook dood gegaan. Oh boy. Nou, volgens mij is de spawnrate van vijanden minder op het moment, zeg maar, tot de Wall of Flash is opgeroepen. Dus, tenminste, als ik me niet vergis. Oké, nou, we gaan nog goed. We hebben nog drops van deze mafcase nog nodig. Oké, nog bijna... Omhoog schieten. Kom op. Hoeveel heb je nog? 400. 300, 200. 100. Oh boy. Ja, hij is verslagen. Hij is er niet meer. En we hebben ondertussen een nieuwe guide. Wat me dus gelijk gaat brengen bij de volgende. Wat hebben we? Ik heb het niet gezien. Wat hebben we? Ah! Dat hebben we. Een enge doedel. Doei, enge doedel. Doei! Nou, ik heb dus nog extra... Heb ik nog extra guides bij me? Ja, toch? Ik heb ze allemaal meegenomen, toch? Ja, we hebben er nog twee. Dus ik wil heel even een Wall of Flash montage maken. Omdat we dus zeg maar speciale accessoires er nog van hem nodig hebben. Dus, editor, gooi eventjes de Wall of Flash dingen erin. Wat heeft hij nou eigenlijk gedropt? Heb ik Pwnhammer, zie ik hier. Heeft hij niks speciaals gedropt? Ah, dat moet. Hij heeft sowieso de Pwnhammer, maar hij dropt nog iets. Hij dropt nog... Die mogen nou daar, die mogen nou daar. Ik zie hem niet. Heb ik nou niet iemand gepakt? Hey, wat is deze shizzle? Ik mis iets. So not fair. Eens even kijken. Daar heb ik hem gekild. Hier. Nee, ik heb alles opgepakt. Was toch hier? Nou ging ik te twijfelen aan mezelf. Ah, doodle. Nou, jou ook. Nee, hier. Hier, kijk. Er ligt nog stuff. Oh, daar ligt nog stuff. Oh. Weer een assault rifle. Een nimble. Oké. Nou zit ik hier eventjes met een dilemma. Sta ik hier veilig? Even snel die blokjes repareren. Even snel. Ik sta veilig. Soort van. Oké, dit openmaken. Oh, dit is echt een nachtmerrie. Dit is echt een nachtmerrie in hel. Oh my god. Oh, 48 schade man. De hel. Ja, ik weet het. We zitten in hel. Haha, hel grappen. Oh, nieuwere Zubats. Oké, ga dood. Jij ook. Dit nieuwe wapen, dat is echt een heel handig wapen, dus. Drie van die doodles! Oh boy. Kom op. Ga uit het spel. Dank je.
Oké, zoals je dus ziet, Soul of Night. Op het moment dat je dus zeg maar in een corruptie ondergronds biome zit, dan kun je dus zeg maar Soul of Night vinden. In de Hallowed biome kun je zeg maar een soort gelijk vinden, dat heet Soul of Light. Deze zijn heel erg belangrijk voor later. Oh boy, ik wil dat jullie doodgaan. Oké. Ga dood, ga dood, ga dood. Oh, even een grappig ding over de assault rifle. Op het moment dat je schiet, ondanks dat je 3 kogels afvuurt, telt het maar als 1 kogel. Dus zeker beter als de... Zeker beter als de mini shark op dit moment. Maar ja, de mini shark kan nog een upgrade krijgen. Dus zeker handig om dat te weten. Goed. Mag ik alsjeblieft de montage gaan starten? Want echt, deze plek is zo gevaarlijk nu. Fast forward montage. Engaged. Met Asmballen Flash Music. Oké, nou dat waren eventjes de 2 fast forwards van de Wall of Flesh. Die zullen we nog vaker gaan zien, geloof mij. Maar ik denk dat we die morgen alweer terug zouden gaan zien. Het nadeel is namelijk, de Wall of Flesh die heeft heel veel drops die we dus zeg maar nodig hebben. Alle wapens die hij kan droppen, die hebben we al gehad. Dat is dus de spectaculaire Agile Laser Rifle. Nou, zoals ik al zei, de Clockwork Assault Rifle. Die dus zeg maar 3 keer schiet. En ja, de breker, dat is het zwaardje, maar die hebben we al. Nou hebben we eindelijk één van de drops gekregen. We hebben een Sorcerer Emblem gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Hij zou ook altijd een... Oeh, Superior. Don't mind if I do. Oké. Nou hebben we dus zeg maar de Sorcerer Emblem. Er is er ook eentje voor de Melee, oftewel voor de Warrior. En je hebt er ook eentje voor de Ranger. En die wordt ook allebei gedropt door de Wall of Flesh. En die moet ik allebei hebben. En op dit punt is het nog het makkelijkste om die te krijgen. Aangezien dat we Guide Voodoo Dolls nodig hebben. Dus ja, daar begin ik dan morgen nog heel eventjes een mooie montage van te maken. Offscreen ga ik eventjes wat guide farming doen. Op het moment dat er weer een guide spawnt. Ik heb echt medelijden, we moeten zoveel guides killen. Maar het allerergste is dus nou dat we heel eventjes afscheid moeten gaan nemen van een heleboel awesome wapens die we hebben. Dus ja, ik heb het boek heb ik hier al opgehangen, want het boek dat is eigenlijk een beetje vervangen door de Demon Sight. Dus ja, heel erg jammer, maar het zij zo. Dus ja, de Beacon. Daar moeten we heel eventjes nou afscheid van nemen. Dus we hebben hem nog eigenlijk niet in actie gezien. Helemaal vergeten om hem een keer te gebruiken. Beacon doet eigenlijk hetzelfde als een B-nade. Op het moment dat je schiet, dan schieten er dus bijen. En die bijen vallen dus zeg maar ook constant je vijand aan. Dus zeker een hele handig wapen om bij je te houden. Dus ik vind dat hij hier mag hangen. Oké. Dan hebben we nog zeg maar de mini shark. Nou, de mini shark die wordt nog belangrijk voor later. Dus die zal ik eventjes mooi hier ophangen. Vind ik best wel mooi staan. En voor de rest hebben we dus zeg maar al onze wapens die we dus nodig hebben. Hebben we hier. Nou, dan ga ik dus gelijk ook eventjes over naar de comment van de dag. Oh, echt. Ik vind het zo erg dat de oorspronkelijke opname is gefaald. Nogmaals mijn excuses daarvoor, dames en heren. Ik baal er echt van. Maar goed. De comment van de dag, even kijken, dat was part 11, ja dat was die van Dylan, nogmaals bedankt, echt, oh, die reacties. Dus dat was voor part episode 12, die was geplaatst door Ender Gaming en die had gevraagd, wat is je minst favoriete monster? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn oorspronkelijke minst favoriete monster is al gelijk vanaf het begin de bats, de Zeritans, maakt niet uit welke bat, gewoon elke bat, omdat je hebt dus zeg maar nog steeds die knockback. En op het moment dat je die knockback hebt, word je 9 van 10 keer van een pilaar afgedouwd en val je van, ja, val je dus zeg maar tot je doom. Het is hetzelfde als de Soul Eater, hetzelfde. Dus ja, die vind ik heel erg irritant. Maar op dit moment, nou dat we dus in hard mode zitten en er van alles kan gebeuren, vind ik bij de corruptie, die wormen die we dus net zagen, die hebben 5000 health. Dat is mijn minst favoriete monster. Op het moment dat je net hard mode hebt, dat beest killt je gewoon. Dus, in ieder geval bedankt voor je leuke reactie. Je staat op de flashback huis wall of comments. Ik noem het elke keer anders, wat maakt het uit. Deze die is dus voor morgen, dus daar gaan we zeker morgen mee verder. Ja, sorry mocht deze aflevering nou een beetje rommelig zijn. Mijn excuses daarvoor. Ik vind het echt zo vervelend tot de eerste oorspronkelijke opname gefaald is. Dus mocht je nog vragen hebben over de hel, mocht je nog vragen hebben over de Wall of Flesh,
Mocht je nog vragen hebben over hard mode, laat het zeker weten in de reacties. Ik lees alle reacties en al heb je een hele domme vraag, ik vind altijd domme vragen bestaan hier, dus heb je een vraag, ik ga hem zeker beantwoorden. Maak je daar dus niet zorgen over. Sorry dat de aflevering ook wat aan de late kant was. Jullie weten de reden nu. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe aflevering, dat we dus gaan wallen flash farmen. En waarschijnlijk gaan we dan hopelijk een nieuwe oors vinden. Oh, en voordat ik het vergeet. Ja, onze armor van de Shadow hebben we dus zeg maar hier ook netjes neergezet. Dus dan is dat ook netjes geregeld. Dus ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Reacties heb ik gezegd. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Ik wil het ook een keer zeggen voor de grap. Dus moet het zelf weten natuurlijk. Ik respect alle keuzes. Dus ik respecteer alle keuzes moet ik zeggen. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien. Doei!